even het gaszendertje losdraaien en je zit bij de beste 10. Nou, ik mag rustig zeggen, dat is geweldige mooie tijd. Ja, uiteindelijk mogen we tevreden terugkijken. Het begin was niet helemaal goed. De start was gewoon slecht. En er waren twee valpartijtjes waar we eigenlijk met moeite langs opkwamen, waardoor er weer een stel voorbij kwamen. Uiteindelijk zijn we de eerste ronde kwamen als 12e door. En hebben we eigenlijk de hele wedstrijd zitten knokken om uiteindelijk op een 8e plek te finishen. Uiteindelijk zijn we tevreden en mogen we terugkijken op een goed resultaat. En vol succes naar maandag. Ja, en dan de baan op zichzelf. Hoe heb je die ervaren? Want jij kent de baan natuurlijk als geen ander. Je bent als kind hier opgegroeid, kun je wel stellen, op dit circuit. Is de metamorfose qua start, wat vind je daarvan? Ja, het startveld is iets korter. Voorheen was het iets langer en had je gewoon iets meer snelheid te maken. En nu is het eigenlijk, duik je echt met 30 man de bocht in. En in één keer gaat het van 20 meter breed naar 8 meter breed. Ja, dat is wel heel krap in één keer. Maar het gaat goed en de baan is mooi. Hij mag voor mij wel iets zwaarder worden. Dan kunnen we iets meer het verschil maken. Want je ziet, vanmiddag hebben ze de baan eigenlijk helemaal gevlakt. En waardoor er eigenlijk heel weinig lijnen zijn. En je moet eigenlijk een zwaardere baan hebben met meer lijnen, zodat je meer kan inhalen eigenlijk. Ja, als we terugkijken naar de 4 wedstrijden die achter ons liggen. Hoe kijk je daarop terug? Ja, vorige week heel snel, want dan moet je heel snel vergeten. Heb je 0 op register, dat is dan even baden. Ja, eigenlijk hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet echt de resultaten gehaald die we moeten halen. We zijn in Zwitserland begonnen. Dan zijn we met de start flink gecrashed en waar we eigenlijk zo goed als nou weer van hersteld zijn. En daar hebben we eigenlijk 2 keer 0 punten gehaald. Een week daarop was volgens mij de 2e wedstrijd in Frankrijk. Nou, daar was de vorm langzaam weer terug. Daar zijn we gefinished met een 15e en 13e plek. Niet helemaal tevreden, maar dat had ook te maken met een start die slecht was en een kleine crash. En een week later in Spanje waren we eigenlijk daar weer met een 9e en een 7e plek, waar we toch wel een beetje thuis horen. Nou, en hier hopen we het goed te gaan doen. En vorige week hebben we op zaterdag met de kwalificatie een flinke crash meegemaakt met een paar andere teams. Waardoor we eigenlijk gedoemd waren tot de last chance. Nou, dat houdt in dat je als laatste eigenlijk mag oprijden op zondag. Nou, zondag 2 keer geprobeerd, een hele goede inhaalrace te rijden. De eerste maand was er 12 en de tweede maand lagen we ook 12. Alleen toen hadden we technische malheur, waardoor we uiteindelijk 21 werden. Wat heb je als doelstelling voor ogen gesteld voor het seizoen 2015? Nou, ik heb eigenlijk gezegd, ik wil bij de eerste 10 staan eind van het jaar. En mijn doel is eigenlijk een top 7. En nou hebben we eigenlijk een heel lang seizoen. We hebben 15 wedstrijden. Nou, we hebben er al 4 gehad. Ja, dan sta je eigenlijk 14 en met best wel een groot gat naar de top 10. Maar alles is haalbaar en die kunnen ook fouten maken. En wij moeten nog geen fouten meer maken. Nee, kapje erbij houden. Zeker voor maandag, dan gaat het echte spektakel los. Dan gaat het erom. We hebben nu een kwalificatie gehad. Ik zeg altijd, de snelste van een kwalificatie is niet altijd een winnaar. Je bent een 8e. Er zit toch, zit er wat meer in vat dat je denkt van, dat is er toch nog uit te halen. Een meer dan een 8e plaats zoals ze nu voorstaan. Ja, elk jaar gaat het harder, maar je ziet met name ook de sport wordt steeds jonger. Er komen hele nieuwe jonge talenten bij. Maar wij zelf gaan ook steeds elk jaar een tandje harder. En ik ben super tevreden met mijn huidige bakkenis Peer de Bunk. En ik hoop dat we nog mooie jaren gaan maken. Gaat goed samen, hè? Ja, gaat perfect samen. En jullie zijn één team, want de sfeer is fantastisch. Ja, alles eromheen, de jongens, de monteurs, alles klopt en het gaat 100% met elkaar. En hebben we een slecht weekend, dan zijn we allemaal chagrijnig. Maar zodra de deur dicht gaat en we gaan naar huis, heeft iedereen een lach weer op het gezicht en zijn we vrienden. Blijf je hier of zeg ik ga naar huis en kom maandag terug? Nee, ik kom met Oldenbroek, dus ik moet toch blijven. En zo wordt het, hè? Ja. Veel succes maandag. Dank je. Ik hoop je maandag weer te zien. Ja, dat hopen we allemaal maar gezonde welzijn natuurlijk, dat we alles weer van begin tot einde meemaken. Ja, prima. Praten we maandag weer verder. Bedankt. Tot ziens.